uit. De laatste tijd liep de quad niet meer goed stationair. De ene keer heel hoog stationair en de andere keer heel laag. Vooral als hij koud was, ging die, liep hij eigenlijk goed. En naarmate die warmer werd, ging hij slechter lopen. En ook op hogere toeren deed hij een soort van backfire. Uiteindelijk begon ik te bredeneren en toen kwam ik er eigenlijk achter van het moet haast wel het lucht-benzinemengsel zijn. Dus iets aan de carburateur of aan het spruitstuk waar die of valse lucht begint te trekken als die warmer wordt. Of... En nou, per toeval ontdek ik waar het door komt volgens mij. Als je goed kijkt, hand ervoor, maar als je goed kijkt zie je hier. Nee, ik heb mijn hand ervoor. Je ziet hier die choke kabel naar binnen gaan en die is volgens mij afgebroken op het stelschroefje daar, waardoor die daar valse lucht trekt of misschien zelfs wel een beetje op de choke loopt, ik weet het niet. Dus nou ga ik even kijken hoe ik dat kan fixen, want daar kun je niet heel makkelijk bij. Dat moet het haast wel zijn. Ik heb even opgezocht op internet hoe dat dingetje er normaal uitziet en je ziet dat daar je hebt dat stelschroefje, maar er zit een soort met schroefdraad zit die vastgedraaid in de carburateur. Als je nou bij die versie van mij kijkt, dan zit dat stukje schroefdraad dus nog vast in de carburateur en is die dus afgebroken, want het is gewoon recht af. Dus ik denk dat ik zo'n setje moet gaan bestellen. Maar we gaan dus eerst kijken of we dat andere stukje eruit krijgen. Nou, we hebben dus al meteen een probleem te pakken, doordat dat schroefdraad is afgebroken in de carburateur. Kan de choke zelf niet eruit. Dus je kunt de carburateur wel loshalen, maar dan blijft hij vastzitten aan de kabel. Omdat hij tegen dat afgebroken stukje aanzit. Dus het wordt een uitdaging. Ik hoop dat die carburateur, dat die choke kabel lang genoeg is en dat we het hier eruit kunnen pielen. Nou, halen we eerst het spruitstukje. Aan de kant van het spruitstuk even de slangenklem los. Of ja, slangenklem, die klem los. Waardoor die makkelijk eruit gaat. En aan deze kant ook. We hoeven als het goed is niet alle kappen te verwijderen. Een ander gereedschap pakken. Zadel eraf. En dan kun je erop bovenbij. Kijk, dit is het probleem. Die choke, dat busje kan hier niet meer uit. Omdat dat stukje is afgebroken. Wat hier aan zat. En dat zit nou daarin. En dat vormt een rand. Waardoor die... dat plunjertje er eigenlijk niet meer uit kan. Ik moet iets verzinnen. Hoe ik die schroefdraad dan eruit krijg. Misschien een klein groefje erin maken en dan proberen alsnog eruit te draaien. Maar ja, dat zit natuurlijk al 100 jaar zo. Hoe oud is dat ding? Van 2004. Het zit al 16 jaar zo en dit is gewoon afgebroken door poreusheid. En anders moeten we de kabel doorknippen, de showkabel, en dan die ook maar nieuw bestellen. Maar dan moet dus eigenlijk gewoon de hele kabel los en de kappen er dus af. Daar heb ik eigenlijk weinig trek in. Andere optie zou kunnen zijn om een andere choke te bestellen waar je hier zo aan trekt. Dit is gewoon een Mikuni universele carburateur. Japans, dat is vast en zeker iets voor te vinden denk ik. Nou, laten we eens kijken. Kijk wat het dus gaat worden. Hoop. Tuurlijk. Wat we dus moeten gaan proberen te doen. Is deze rand. Dat is die afgebroken rand. Waardoor die plunger er niet uit kan. Ik denk dat ik hier met een heel dun boordje een paar gaatjes in ga boren. En dan probeer dat restant. Want het is plastic, uit die schroefdraad wippen. Maar ik moet natuurlijk niet die schroefdraad van de carburateur beschadigen. Want dan kan ik die nieuwe niet meer monteren. Dus dit ga ik, dat ga ik proberen. Ik zie dat eigenlijk als enige optie. Een iets groter boordje pakken. Je wilt eigenlijk dat die ring kapot gaat, dus
Dit kon hem wel eens zijn. Ik weet niet of je dit kan zien op camera. Even zien. Ja. Zie je dat gaatje wat ik erin heb geboord? En nou ga ik proberen daar een schroevendraaier of iets in te stoppen waardoor die draad eruit kan frotten. Misschien aan de andere kant ook nog een gat boren. Oh, wat ruikt het toch goed, hè? Kijk. Het is me gelukt. Hier komt het eerste stukje draad eruit. Zie je dat? En dat is die afgebroken schroefdraad. Waardoor nou het hele ding waarschijnlijk loskomt. Ik denk wel dat ik de kaboteur daar moet gaan schoonmaken. Want er zit natuurlijk een hoop troep. Ja. Oké, dan komt de rest. Hier zit nog ergens iets. De laatste stukjes willen nooit, hè? Waarom niet? Ah, daar komt hij. Kijk, laatste stukje. En nou, als het goed is. Ja hoor, daar is hij. Kijk. En focus, 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 focus. De draad heb ik verder niet beschadigd. Gaan we alleen schoonmaken en dan bestellen we een nieuw plunjertje. Of nee, een nieuw borgmoertje. Even onderdelen bestellen. Ik heb even gekeken wat dit kleine dingetje dus van deze kaboteur, wat het kost. En het kost ongeveer een tientje, maar dus eigenlijk alleen maar te verkrijgen in Amerika. En er kwam iets van $47 bij als het via Amazon of eBay was om het hier te krijgen. Ik had het nog op zo goedkoopst voor €30 gevonden. Ik vind dat eigenlijk te gek voor zo'n klein ding. En toen ging ik even wat verder zoeken, want ik moest ook nog een kaboteur hebben voor de bosmaaier, die FS45. En op Amazon staan er kaboteursetjes uit China voor €15 met een paar bougies erbij, brandstoffiltertjes, etc. En daar heb ik er een van besteld, want die gaan we nog op die ene bosmaaier zetten. En deze kwam ik tegen voor €22, de complete kaboteur. En hij had 1350 reviews, dat die eigenlijk heel goed is met je een aantal onderdelen, sproeiers en de naald van deze overzet in die nieuwe. Maar eigenlijk wil ik dat nog niet eens doen. Ik denk dat ik die als reserve ga wegleggen en alleen dit dingetje eraf haal, dan kost het €22, maar heb ik wel nog een hele reservekaboteur. Deze maak ik gewoon schoon en het liefst rij ik op de originele. En dan heb ik altijd nog die andere als spare part, zeg maar. Zodra de onderdelen volgende week binnen zijn, dan kan ik deel 2 maken en die zal ik dan ook meteen posten. Kijk, dit is het. En dan zit dat klepje gewoon op. $22.